starten doen we met het plaatsen van de vloer. Het gaat hier om een natte ruimte, dus kiezen we voor vinyl. Die werkt niet bij een veranderende luchtvochtigheid en je kan hem waterdicht afwerken. Veeg met een zachte borstel het stof en vuil weg. Vuil dat blijft liggen onder je vloer kan voor oneffenheden zorgen. De LVT-vloer die ligt hier nu al 48 uur te acclimatiseren. Hij kan dus nu geplaatst worden. Het eerste werk was normaal het plaatsen van een ondervloer, maar hier is dat niet nodig, want die hangt al aan de onderkant van de tegels. Het is wel belangrijk dat je de ruimte eerst goed proper maakt. We maken dus dat alles proper is. Met de stofzuiger kan je de laatste resten stof verwijderen. Voor je begint, meet je het best ook de ruimte nog even op. Zo kan je nagaan of je met een volle rij kan beginnen. In ons geval is dat niet zo. Controleer ook of de vloer vlak genoeg is. Je mag niet meer dan 3 mm speling hebben per lopende meter. Als de vloer vlak is, kan je beginnen met de plaatsing, maar lees hierbij goed de instructies na. Starten doe je altijd links en wij hebben hierdoor meteen een eerste obstakel, het toilet. Om de planken op maat te maken, duiden we aan hoe breed deze mogen zijn. Die maat trekken we door over de volledige tegel. Daarna duiden we aan waar de uitsparing van het toilet komt. De panelen kan je op maat zagen met een découpeerzaag. Door duidelijk aan te duiden wat weg mag, ben je zeker dat je geen fouten zal maken. Met de eerste panelen op maat kunnen we de vloer verder plaatsen. We doen dit nog niet meteen tegen de muur en werken tot het volgende obstakel, de deur. Om een aansluiting met de vloer in de gang te verzekeren, moeten we hier minder wegnemen. Ook die maten tekenen we uit op de panelen waarna we ze op maat kunnen zagen. Als de eerste rij geplaatst is, leg je meteen de tweede rij. Schuif het paneel daarvoor eerst onder een lichte hoek in de vorige rij. Pas dan sluit je het aan met dat ervoor. Let er hierbij op dat alle naden goed in elkaar klikken. Het is belangrijk dat deze eerste twee rijen perfect liggen. Als je zeker bent dat dit zo is, schuif je de rijen op hun plaats. Respecteer daarbij de uitzetvoeg van minimum 8 mm. Je kan hiervoor kaleerblokjes gebruiken. Aan het einde van onze tweede rij moet er een stuk op maat gemaakt worden. Meet eerst op hoe breed dit moet zijn. Zet deze maat over op je paneel. Je kan je paneel ook op maat maken door met een scherpe mes langs een regel te snijden. Breek het paneel dan langs de snijlijn en snijd de ondervloer door. Ook dit stuk kan dan op zijn plaats. We werken hier in halfsteensverband. Hiervoor moet je aan het begin wel telkens het stuk op maat maken. De korte naden moeten gelijk lopen. Omdat de ondervloer hier op de vinylpanelen zit, kan je heel snel werken. Let er enkel op dat je de panelen goed op hun plaats klikt, zodat de naden perfect aansluiten. Aan het einde van de rij hebben we opnieuw wat aanpassingswerk door de badkuip. Leg je panelen gelijk met de vorige rij en gebruik een reststuk om de maten uit te zetten.
Leg dit reststuk tot tegen de muur en de badkuip. Door aan te duiden tot waar dit reststuk komt, weet je meteen waar je je paneel op maat zal moeten snijden. Zaag eerst met de handzaag de dwarslijn door. Vervolgens kan je met je snijmes de rechte stukken op maat maken. Klik vervolgens het paneel op zijn plaats. Op die manier kan je het laatste stuk van je vloer afwerken. Een LVT-vloer die kan je heel eenvoudig op maat snijden met een breekmes. Na het snijden breek je hem gewoon in twee, maar als het stuk nu te klein is of de vorm te moeilijk, kan je het ook op maat zagen met het elektrische gereedschap dat je gebruikt voor hout. Dus een handzaag of een decoupeerzaag. Na het breken gewoon nog even de ondervloer doorsnijden en dan op zijn plaats klikken. Met alle panelen op hun plaats kan je de plinten plaatsen. Deze gaan meteen ook de uitzetvoeg van de panelen verbergen onderaan. Eerst meet je alle lengtes van de plinten op. Met een afkortzaag maak je ze dan op lengte. De hoeken maak je natuurlijk in verstek, zo zie je geen zijkanten van de plint. Met enkele dotten lijm kan je dan de plinten vastlijmen. Pas als de plinten staan, maak je hier de buitenkant van de hoekprofielen van de panelen op maat. Je kan ze dan in elkaar klikken, zodat de uitzetvoeg van de panelen ook verborgen is.